De afgelopen maand had ik super veel opgemaakte producten. Die heb je al eerder kunnen zien in die video. Want die heb ik volgens mij vorige week opgenomen. Ik weet het niet meer. Had het in ieder geval echt een mega stapel. Maar qua favorieten valt het deze maand heel erg mee. Dus laten we maar gewoon beginnen met twee parfums. Want dat heb ik echt bijna nooit in mijn favoriete video's. Maar het is zover. Ik heb er zelfs twee. De allereerste is een hele bijzondere. Dat is namelijk deze. De verpakking spreekt boekdelen. Maar dit is een... ik weet niet of je het kunt zien. Maar ook dat stickertje is ook helemaal scheef. Maar dit is een parfum uit India. Dit is een parfumolie. En mijn moeder heeft dit meegenomen. Het is echt... Ach, die geur. Ik heb geen idee. Maar er staat Kashmiri Lily. Dus ik denk Kashmir en Lily. Maar... Ik weet het niet zeker, maar het is dus uit India en het is echt een pure olie. Ik kan er ook niet zo heel veel over vertellen. Zij nam het voor mij mee en het was wel grappig, want ze had die van mij en die van haar verward. Want ze gaf mij, ik vond al toen ze binnenkwam, ik denk wat ruikt zij zoet voor mijn moeders doen. Mijn moeder is meer van de frisse geuren. Ik denk wat ruikt zij zoet en ik ben meer van de zoete. Mijn moeder, ik denk wat ruikt zij nou zoet. Ja, het zal wel. En op een gegeven moment zei ze, ja, ik heb een cadeautje en hier is het. En ik ruik die geur en ik denk, is dat een frisse geur? Wat is dat raar dat ze dat met mij associeert? Want zij weet heel goed van wat voor parfum ik hou. En ik dacht, nou ja, misschien ruikt hij op mijn huid heel anders. En hij ruikt er ook sprekend op een geurtje waarvan ik weet dat zij het heel lekker vindt. Hij rook een beetje naar Lodicine Miak, maar dan de mannenvariant. Dus ja, ik snapte er niks van. Toen zei ik nog van, volgens mij hebben ze verward. Volgens mij heb jij degene op die je voor mij had bedacht. En is dit degene die... Nou, geloof een paar dagen later, toen was ze bij mij. En ik had het nog een keer tegen haar gezegd. Ik heb hem ook opgehad. En volgens mij is dit gewoon jouw geurtje. En heb jij die van mij? Nou ja, een paar dagen later kwam ze dus bij mij. En toen deed ze dus die van mij op. En toen zei ze, ja, ik denk dat je wel eens gelijk kan hebben... Want dat was inderdaad de geur die zij... Nou, dus die vond ze veel lekkerder en ik vond deze veel lekkerder. En nu zijn we dus allebei blij, want mijn moeder heeft een lekkere frisse. Ik heb een lekkere zoete. Het is een hele zoete, warme geur. Een beetje vanille, een beetje noten, maar ook wel een beetje bloemig. Ja, het is echt helemaal mijn geur. Ik vind hem echt heerlijk. Ik heb ook een kleine verpakking ervan en ik draag hem. Ik heb hem echt superveel gedragen. En als ik hem niet droeg, droeg ik deze. Vera Wang Princess. Nou, ook deze verpakking, daar kunnen we weer een hele hoop over zeggen. Het is een hartje met een kroontje. Ik zou hem zelf nooit zo hebben gedaan, maar... Hè, hoppatee, een paar glimmende stenen erop. Ik had het als kind prachtig gevonden, maar nu denk ik moi. Maar het is Vera Wang Princess. En een heel goed vriendin van mij, die had dit luchtje... En ik zei op een gegeven moment, of het ruikt je lekker? En toen zei ze, ja, dat is Vera Wang Princess, maar is in Nederland heel lastig aan te komen... dus ik bestel hem altijd via een of andere site. Nou, dat was het. Dat is jaren geleden. En ineens, ik stond bij de kruidvat in de rij. En toen zag ik dat geurtje in de aanbieding staan op zo'n schap. Dus ik had haar geappt van... hey, dat luchtje wat jij altijd zo lekker vond, dat was 20 euro bij de kruidvat. En ik weet dat ze altijd zeiden dat het duur was en lastig aan te komen. Dus zij kocht dat luchtje. Maar het bleef ook een beetje zo in mijn hoofd hangen. En ik zie haar niet dagelijks. Dus het is niet zo dat je dan de hele tijd hetzelfde ruikt. Maar ik weet dat ik hem toen heel lekker vond. Dus ik dacht, weet je, maakt het uit voor die 20 euro. Ik ga het gewoon proberen. Want mijn andere parfum was bijna op. En ja, ik vind hem heerlijk. Ook deze kan ik niet goed beschrijven. Maar ook deze is heel zoet. Maar heeft ook wel iets van frissigheid. Maar ja, ik zou zeggen, als je van zoete geurtjes houdt... warm, zoet en bloemig. Dan zou ik ze even opzoeken en kijken of je die topnoot en basisnoot en zo. Volgens mij kan je dat op, hoe heet dat ook, Fragancia of zo. Daar kan je volgens mij alle parfums vinden. Ja, ik denk dat die Indiaanse een beetje lastig is, maar deze zeker wel. Want ik heb hem daar ook op gezocht. Dus dat zou ik dan zeker eventjes doen. Dan een andere favoriet in categorie huid. Dat is deze. Dit is de Vaseline Spray & Go. En dit is de Coca Radiant. En deze is echt heel fijn. Ik heb heel lang die gele gehad. Vind ik super fijn. Dat vind ik ook eigenlijk de lekkerste geur. Een beetje neutraal. Deze is iets wat warmer en zoeter. Waar ik op zich van hou. Maar ik vind het altijd met parfum en zo erbij. Dan wordt het wel heel erg. Het moet allemaal wel een beetje subtiel blijven, zeg maar. Maar wat deze heeft is, zoals de naam doet vermoeden, radiant. Dus kijk, je spreekt hem zo. Ik ga het even van heel dichtbij laten zien. Want anders dan spreek ik alles onder. Zo.
Maar normaal doe je dit dus over je hele huid, zeg maar. En dan heb je niet zo'n klodder erop zitten, maar gewoon een heel klein spreetje, zeg maar. En ja, ik weet niet of dit over gaat komen, maar hij heeft dus een heel klein beetje een... Nou, ik weet niet of je het ziet. Dus een heel klein beetje een glow. En dat vind ik nou juist het hele leuke aan deze. Want het is dan toch net, ja, dat je dan een beetje, ja, gewoon net een beetje glowy lichaam hebt. En toen ging mijn telefoon. Maar ik vind het dus een hele fijne... ik vind sowieso de formule van deze dingen dus al heel fijn. Maar dit vind ik leuk dat hij net een beetje, ja, net een heel klein beetje glow heeft. Niet super noemenswaardig, maar toch. We gaan verder met de huid, maar dan het gezicht. Oh, de zon komt nu wel heel ver de huiskamer in. Sorry daarvoor. Dit is de Ethos CC Radiance. En dit is een dupe voor een heel fijn product. En ik weet alleen niet of dat filmpje eerder online komt of deze. Dus als je daar benieuwd naar bent, let er even op. Want hij is of net online gekomen gisteren. Nee, dat zeg ik niet goed. Zaterdag. Of hij komt zaterdag online, denk ik. Maar het is echt een hele fijne dupe van een product. En nou, sindsdien gebruik ik hem graag. Het is de CC Radiance Cream. Is the perfect solution for all dull and pale looking skin. Creates a natural and luminous look. Blemish Balm Complex improves the skin tone. And the light reflective pigments create an optical anti-wrinkle effect. Nou, dit zie je meteen. Nee, maar ik vind het gewoon heel... Ik heb hem nu ook op. Ik vind hem heel fijn. Ik vind het echt een hele leuke ontdekking. En lekker budgetproof. Dus dit is zeker een nieuwe favoriet. Ik gebruik hem nu heel graag. Deze twijfel ik. Ik denk dat ik hem vorige keer heb laten zien. Maar ik denk dat ik er toen ook bij heb gezegd dat ik hem toen net nieuw had. Dat staat me bij. Dat ik hem toen net nieuw had. Maar dat ik hem wel heel graag gebruikte. En dat is deze. Dit is de MAC Warm Soul Mineralized Blush. Als ik hem open kan krijgen. Omdat ik glibberige handen heb van de body lotion. Deze. En het is een beetje een... peachy bronze kleur. Oh, Niels wordt wakker. Peachy bronze kleur met een klein beetje een glans. Een klein beetje laten zien. Dit is hem. En het is gewoon een hele mooie natuurlijke blush en bronzer. En ik draag hem dus heel graag gewoon bij een simpele look. En het is ook wel mooi bij echt een warmere look. Maar het is, je kunt hem ook gewoon vrij naturel dragen. En als laatste, bear with me, want Niels is wakker en ik moet hem zo terecht uit bed gaan halen, is deze. Dit is de Maybelline Lash Sensational Luscious with Oil Blend. Ik ben natuurlijk gek op de Maybelline Lash Sensational en dit is een nieuwe variant. Het is dus met olie. Ik heb geen idee wat het verder doet. Maar deze heeft in tegenstelling tot de andere Lash Sensational niet een rond borsteltje, maar meer een soort cone. En hij werkt eigenlijk wel fijn. Ik vind nog steeds die andere denk ik fijner. Maar deze voelt wel heel prettig aan. Een soort van, hij wordt niet heel hard. Dus ik vind het wel een fijne. New Multiplying Reservoir Brush staat erop. With precious oils, dense and soft. Lashes look visibly multiplied and fuller. Nou, dat is waar. Het is inderdaad, hij geeft volume. Maar niet heel erg hoor. Het is gewoon een beetje, het is een beetje een redelijk natuurlijke mascara, maar je kan hem gewoon wel lekker opbouwen. Ik vind hem heel fijn. Ik hou echt van volume mascara's. Maar ik vind deze echt heel fijn. Maar hij wint het nog steeds niet van de echte, de original Lash Sensational. Maar ik vind hem zeker de moeite waard. Zeker ook als je van iets zachtere wimpers houdt. Dus deze. Oké, hij wordt nu heel onrustig. Ik ga lekker mijn kleine mannetje uit bed halen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Ik wil jullie in ieder geval ontzettend bedanken voor het kijken. Ik ben heel benieuwd naar jouw favorieten van de afgelopen maand. Van de maand, volgens mij heb ik het niet eens gezegd. Van de maand maart. Ik zie jullie snel. Doeg!